Hallo allemaal, ik zou jullie nog even een update geven over Jerry. Tommy is kort geleden overleden. Jerry, mijn enige mannelijke rat die nog over is, die is er nog. Hij is 2,5 en hij heeft het ontzettend benauwd. Dus hij heeft echt ademhalingsproblemen. Het grote probleem bij Jerry is eigenlijk dat hij... Hij begint benauwd te worden. Hij krijgt van die aanvallen. Dat zijn zachte aanvallen. Het is niet heel heftig. Maar dan wordt hij benauwd. En hij schrikt van die benauwdheid. En wat hij dan doet. Hij gaat in paniek. Gaat hij tegen de kooi omhoog klimmen. En door dat klimmen. Dat zorgt ervoor dat hij nog benauwder wordt. Want hij moet dan inspanning leveren. Dan wordt hij nog benauwder. En dan is hij ergens hoger. En dan valt hij bijna flauw. En dan valt hij weer naar beneden. Het is echt... ontzettend, ontzettend zielig om te zien. En ik kan hem niet helpen. Ik kan hem... Hier kun je bijna niks aan doen. Je hebt van die stoombadjes die je eventueel voor ratjes kunt doen. Maar dat biedt verzachting. Alleen het helpt niet, zeg maar. Het wordt nooit beter. En dat is wel heel erg... dat is wel heel erg sneu. Ik heb het een paar keer gezien dat hij echt benauwd is geworden. En... elke keer weer, hij klimt omhoog. Ik heb ook alle spoednicks, alles wat hangend was, heb ik naar beneden gehaald. Heb ik op de bodem neergelegd, zo'n huisje op de bodem. Een zacht kussentje op de bodem. Dat hij gewoon alles wat hij moet hebben, dat beneden ligt. Maar toch, op de een of andere manier, dan wordt hij benauwd en dan gaat hij klimmen. En als je erover nadenkt, dan is het ook wel logisch. Want ratten, die gaan gewoon... Oh, meentje, wat lief. Hé... Hey. Wil aandacht. Dan gaat hij zo met zijn kopje onder mijn voet. Nou ja, wat zei ik? Ratten die als ze bang zijn, ja, die gaan altijd naar het hoogste punt. Daar voelen ze zich gewoon veiliger. En dat doet Jerry ook gewoon. Die schrikt van de benauwdheid. Die wil een veilig plekje. Die wil wegwezen. Nou, die gaat naar boven. Maar dat kan gewoon niet. Dat wil niet. En ja. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb in eerste instantie heb ik de kooi. Dus alles wat boven hing. Alle plateaus. Heb ik naar beneden gehaald. De plateaus heb ik laag opgehangen. En alle huisjes, hangmatjes heb ik eruit gehaald. De spoednik heb ik op de grond gezet. En dat even aangekeken. En op zich blijft hij dan ook wel redelijk beneden wonen. Want de spoednik is hem helemaal heilig. Dat is zijn plekje en daar wil hij ook echt in blijven. Alleen steeds weer tijdens die benauwdheid gaat hij gewoon omhoog. Dus toen had ik me bedacht. Ik denk, ja, hoe kan ik die kooi dan lager maken? Dat hij niet te hoog gaat en dat hij niet naar beneden kan vallen. Want dat kan gevaarlijk zijn. Dus toen bedacht ik me, ik heb een grote kooi voor de vrouwtjes. En de bovenste verdieping heb ik voor Jerry gemaakt. Dus ik heb de bovenste verdieping heb ik afgesloten met plateaus. En daar heb ik wel hangende dingetjes in gehangen, want dat is niet hoog. En op zich, als hij dan al naar boven klimt, ja, dan is hij eigenlijk al bij het plafond. Dus hij kan niet ver naar beneden vallen. En hij kan makkelijker in zijn spoednikje, in zijn hangmatjes. Dus dat was een klein beetje... de oplossing. Het ging zo slecht met Jerry. Hij at op een gegeven moment at hij heel erg slecht. Hij is vermagerd. Drinken ging minder. Hij sliep de hele tijd in zijn andere kooi. Ja, dus ik dacht echt van, ik ben bij de dierenarts geweest. Maar ja, de dierenarts die zegt, we kunnen hier verder niks aan doen. Ja, antibiotica kunnen we geven. Maar ja, het is geen bacteriële infectie. De ratten die hebben van zichzelf al zijn ze gewoon heel erg benauwd. En ja, we kunnen in laten slapen. Nou, dat vond ik ook zo wat. Ik denk, ja, verder is hij gewoon goed. Hij is gewoon wat ouder en hij heeft probleempjes met ademhaling. Maar als ik hem dus gewoon met rust laat, dan is er niks aan de hand. Het eruit halen uit de kooi vindt hij ook niet prettig meer. Ik merk als ik hem eruit haal en hij ligt bij mij, nou, dan vindt hij het ook fijn. En dan eik hem, dan valt hij in slaap, dan is hij rustig. Maar het moment van eruit halen is voor hem heel erg... ja, stress. Ja, dat heb je vaker met oudere dieren. Die vinden bepaalde dingen gewoon niet prettig meer. Die willen gewoon met rust gelaten worden. En gewoon in hun eigen omgeving. Die worden als het ware weer wat angstiger. Dat kan. En dat heeft Jerry inderdaad ook. En als ik hem er dan uithaal, ja, dan gaat hij ook poepen. Dan heeft hij stress. Dan merk je echt, dan gaat die benauwdheid weer. Dus dat vind ik... ik laat hem gewoon met rust. En als ik hem al... ja, een beetje contact met hem wil, dan ga ik hem gewoon heel zachtjes aaien terwijl hij in zijn huisje ligt. Nou, dat vindt hij wel heel prettig. Ja, en een ratje erbij heb ik ook aan zitten denken. Maar ik denk, een jonge ratje wil gewoon niet. Want dat geeft gewoon te veel
Te veel commotie. Ik merk, hij slaapt ontzettend veel. Hij slaapt eigenlijk bijna alleen maar. Het eten nu in dit kleinere gebiedje gaat veel beter. Hij is ook weer aangekomen. Hij eet dus echt wat beter. Ja, het gaat qua conditie, zeg maar, gaat het beter met hem. Dus dat is wel een hele verbetering. Normaal gesproken, als ratjes ziek worden of er is iets aan de hand, dan doe je ze in een ziekenboeg. Alleen dat zijn vaak van die hele kleine ziekenboegjes. Heb ik jullie ook wel laten zien bij Snuitje. Ja, dat vind ik te klein. Ik bedoel, zo ziek is hij niet. Hij heeft gewoon alleen beperkingen als het gaat om het klimmen. Dat geeft even een risico voor vallen. Dus ja. Dus het gaat beter met Jerry. Ik moet echt even kijken hoe dat verder gaat. Ja, ik verwacht eigenlijk niet dat hij een opleving krijgt. Dat hij helemaal gezond is en dat hij weer in een grotere kooi kan. En ik denk eigenlijk dat het een klein beetje bergafwaarts zal gaan met hem. Ook gezien de leeftijd. En ja, op een gegeven moment worden ze ouder en dan takelen ze gewoon wat meer af. En dan is het aan mij om het hem zo prettig mogelijk te maken. Uit de kooi halen vindt hij niet prettig. Om in een rennetje, ook als ik de deur open doe, dat hij onder mijn toezicht weer gewoon op de kooi een beetje kan klimmen. Dat vond hij vroeger altijd fijn, maar dat wil hij helemaal niet. Hij komt er ook niet uit. Het is echt slapen met hem. Ja. Dus ik zijn oude dag zo prettig mogelijk maken. Dat hij het gewoon naar zijn zin heeft en dat hij gewoon lekker rustig zijn oude dag kan houden en leven, als het ware. Ja, hij krijgt wel veel lekkers. Ik ben hem wel aan het verwennen. Visjes vindt hij heerlijk. Ik vind ze walgelijk. Ze stinken echt. Maar hij vindt ze ontzettend lekker. Krekeltjes ook. Ik merk ook, vroeger was hij echt in bulk alles opeten en pakken en meenemen. Maar dat doet hij nou niet. Hij neemt het heel voorzichtig aan en dan gaat hij het gewoon heel rustig opeten. En hij eet ook een stuk minder wat dat betreft. Ja. Hij verzorgt zichzelf wel heel erg goed. Daar kun je het vaak ook aan zien. Hè? Als een ratje zichzelf nog goed verzorgt, dan gaat het wel. Maar zodra ze zichzelf niet meer verzorgen, echt alleen maar slapen, dan... het is altijd eng, hè. Einde altijd in zicht. Het is altijd zo sneu om weer afscheid te moeten nemen van de beestjes. Maar goed, dat is het verhaal van Jerry. Mochten jullie vragen hebben, zet ze eronder. Ik zal jullie één keer in de zoveel tijd weer even een updateje doen over Jerry, als jullie dat leuk vinden. En dan zeg ik weer bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!